Na 3 dagen van verkiezingen was het woensdagavond wachten op de uitslag. Tal van lokale politici hadden zich verzameld in de stadshal van de campagne, waar de gemeente Den Helder de speciale uitslagenavond hield. Aan het einde van een lange dag volgde de ontknoping. Sil, gefeliciteerd. Je bent de grote winnaar van de verkiezingen in Den Helder. Nou, dankjewel. We zijn er heel blij mee en heel dankbaar om. Vooralsnog, het is een voorlopige uitslag. Sta je op 6 zetels. Dat is een verzesvoudiging. Ja, dat mag je zeggen. En in ieder geval een verdubbeling met wat waar nu mee zitten. In ieder geval met de zetels die dan aangeschoven zijn. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn dat je nu gewoon echt iets kan doen. Carlo, behoorlijk bestuur is de grote winnaar. Jullie zijn tweede. Wat vind je van de uitslag? Nou ja, wat mij betreft is het gewoon een goede uitslag. Dat is het sowieso altijd, want de kiezer heeft gesproken. Nou, wat ik wel constateer is dat de coalitie heeft gewoon zijn meerderheid gehouden. Zeker in deze moeilijke tijden. Groot compliment. We hebben namelijk ook heel goed samengewerkt de afgelopen 4 jaar. Den Helder is eigenlijk van het lachertje van Noord-Holland tot het voorbeeld van Noord-Holland. Nou ja, ik denk dat de kiezer dat ook beloond heeft. Die wil geen gedoe meer. Die wil gewoon dat er stevig wordt doorgepakt in deze stad. Kees Baarsen van de Seniorenpartij. Nou, het lijkt erop dat jullie 2 zeteltjes gaan halen. Ja, continu. Ja, het bestuur is continu. Dus we houden met de Seniorenpartij 2 zetels in handen. Ik verwacht wel dat we 2 zetels halen. En het is goed om te zien dat we met de huidige coalitie ook continuïteit hebben. En wanneer dit op deze manier doorgaat, dan zien we ook echt wel kansen voor 4 jaar weer stabiel bestuur in Den Helder. Het is aan jullie om nu coalitie te gaan regelen. Ja, en ik heb ook net aangegeven aan de burgemeester dat ik ook heel graag wil. Morgen komen we met de lijsttrekkers bij elkaar. En dan zal ik ook aangeven dat ik graag de handschoenen oppak om te gaan informeren en formeren. Heb je al ideeën met wie je dat kan doen? Nou ja, ik heb natuurlijk al uitgesproken dat ik het liefst zo lokaal mogelijk wil. Hoe duid je de uitslag dat behoorlijk bestuur toch gewoon 6 zetels haalt? Ja, het is gewoon een goede uitslag. Kijk, ik kan wel zeggen dat wij toen met de Stadspartij er 11 hadden, dan valt hij weer tegen. Maar op zich, voor een oppositiepartij, is het een redelijk goede uitslag. Ik denk dat het voor een coalitiepartij is, als je het in dat licht ziet, dat onze uitslag eigenlijk minimaal net zo goed is.